In deze video examen 2022, tijdvak 1, HAVO Wiskunde A en we doen vraag 8 en 9. Nou, Marit is het niet eens met Tibbe en zij vermoedt dat er vanaf het jaar 2000 geen sprake is van exponentiële groei, maar van lineaire groei. En je hebt ook gezien vraag 7, toen zijn we aan de slag gegaan met een exponentieel verband. Nou, je kunt dan uitgaande van de jaargemiddelden van 2000 en 2015 en met behulp van lineair extrapoleren berekenen in welk jaar het jaargemiddelde voor het eerst hoger dan 500 zal zijn. Nou, een soortgelijke vraag, vorige bladzijde, maar nu gaan we dat doen met lineair extrapoleren. En we hebben nog wat gegevens openstaan. Nou, we maken natuurlijk gebruik van 2000 en 2015 en ik gebruik dezelfde waarden als op de vorige bladzijde. En nog steeds geldt, je mag er 2 naast zitten. En dus ik kan me voorstellen dat je hier hebt gekozen voor 370 en hier voor 400 of 401. Dat is goed. Nou, we gaan, het is lineair, dus ik zet het even in een tabelletje. 2000 en 2015. En dan willen we weten wanneer zitten we op 500 en welk jaar hoort daarbij. Nou, een lineair tabelletje. Nou, van 2000 naar 2015, dat is 15 jaar. En we hebben hier een toename van 31,3. We hebben daar een toename van 99,2 en ik wil graag weten wat moet er bij 2015. En dat gaan we oplossen met behulp van kruislingsvermenigvuldigen. Dus ik zet die getallen hierin die ik heb gevonden. Dus ik zet hier neer 15. Dan zet ik hier neer die 31,3. Daarnaast 99,2 en het vraagteken. Nou, kruislings vermenigvuldigen, dus we gaan krijgen 15 keer 99,2 gedeeld door 31,3 op de rekenmachine. En dat gaan we optellen bij die 2015. Nou, dan doen we er 48 dus eigenlijk bij, zodat we uitkomen op 2063. 2062 is te vroeg. Oké, alle punten. We gaan naar de volgende vraag toe. Wereldwijd worden er afspraken gemaakt met als doel de CO2-concentratie omlaag te brengen. Nou, veronderstel dat het inderdaad lukt om de CO2-concentratie na 2015 zodanig te laten dalen dat het jaargemiddelde in 2050 nog maar 350 is. Nou, dat kan lineair en dat kan exponentieel. Nou, in beide gevallen is het jaargemiddelde in 2015 gelijk en in 2050 ook. Echter, een CO2-concentratie van bijvoorbeeld 375 ppm wordt eerder bereikt. Oké, laten we eerst even gaan kijken naar een schets. En nou ja, we beginnen bij 500 en dan eindigen we bij 350. 2015, 2050. En als we dat lineair doen, ziet dat er zo uit. En als we dat exponentieel doen, dan ziet dat er zo uit. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Nog een keer in het blauw. Echter, een CO2-concentratie van bijvoorbeeld 375. Dat wordt eerder bereikt in het ene geval. En wij zien ook wel wanneer. Dat gebeurt natuurlijk bij een exponentieel verband. Dus het exponentiële verband bereikt dus eerder de waarde van 375 ppm. Dit is antwoord op de vraag met behulp van een schets. Maar je kunt dat natuurlijk ook in woorden doen. Nou, wat krijg je dan? Bij een lineair verband hoort een constant dalende grafiek. Bij een exponentieel verband hoort een afnemend dalende grafiek. Bij het exponentiële verband daalt de grafiek dus in het begin sterker. En de conclusie is gelijk. Einde video. Tot de volgende keer.